Hey geluidjes, hier weer een filmpje van Wim en andere Wim. Goeiedag allemaal. Het is een hele tijd geleden dat we samen op pad zijn geweest. Zeker. En we zijn vandaag op een recreatiegebied, maar wij gaan zometeen lekker even lekker zoeken saampjes. Het is een hele tijd geleden en we zullen hopelijk nog wat vinden. We verwachten er niet te veel van, maar je weet het natuurlijk nooit. Lekker en bezig. Ik zeg altijd, als je niet zoekt, vind je ook niks. Ja, houdoe. Oké, hoi hoi. Zo. Dus je start hem op, je zet hem aan. Nou ja, dan druk je die in. En dan druk je deze in. Nou, hem even ingedrukt. Dan gaat hij een ontstoord kanaal zoeken. Dus niet de grondbalans, maar een kanaal waar geen storing op zit. Mm. Dan druk je hem door. Dan druk je hem helemaal door. Tot daar ben je in je standaard, je programma heb je gekozen, het park in dit geval. Mm-hmm. En zoek hem maar. Oké, wat zijn verschil tussen park 1 en park 2? Ja, de gevoeligheid en de vervuiling van de grond, geloof ik. Dus als je iets hebt wat heel erg vervuild, moet je even een boekje kijken. Ja, er is zo'n boek om dit mee te nemen. Dus... Ja. Nou, gewoon een stukje folie. Aluminium. Ja. Helaas, geen dikke gouden ring. Was waar. Nou, dat was de eerste vondst van Wim. Was niks. Met de Xtera. We dachten eigenlijk allebei al een beetje aan het signaal te merken dat het niet veel bijzonders zou zijn. Maar ja, wil je de machine goed leren kennen, dan moet je toch in eerste instantie altijd de signaaltjes gaan graven. En dan leer je de geluiden kennen, je leert de VDI leer je kennen. Dus daar zijn we nu even op het grasveldje mee bezig. Tot zo bij de volgende, hopelijk beter signaal, goede vondst. Langs gerekt signaal, vermoedelijk een bierdop. Bij Wim geeft hij aan 23 en dan springt hij weer omhoog. Dus we gaan even kijken wat er uit de grond komt. Duidelijk ijzer, ja. Ziet er nog steeds in. En we hopen altijd op wat heel moois natuurlijk. Maar ja. Nou legt het wel, hè. Met de gaten.
Ja, een bierdop. Nou, we hadden het al voorspeld dat het een bierdop zou zijn eigenlijk. En het is inderdaad een bierdop. De tweede vondst. Ja. Niet wat je zoekt, maar ja. Nee, helaas. Zo leer je hem wel kennen. Nou, zoek hem, je zal vinden. Kijk, als je nou nillig is, zwaait eroverheen. Dan zie je inderdaad dat het Cialis geeft. Op de Xtera. Kom even naar je toe. Ik kom eventjes bij het schermpje kijken. Zwaai maar eventjes. Door een hoog geluid. Mooi geluid. Ja. Hey lui, nou ik sta even in het water. Wim is nog verder op het land aan het zoeken. En de een naar de andere treklip komt eruit. En voor de rest, ondanks dat er toch een volk aanwezig is, is het valt de vondst zwaar tegen. Tot nu 50 eurocent. En ik hoop in het water nog wat te kunnen vinden. Dus ja, ik had ook een strandje verwacht wat gewoon afliep zonder een beschoeiing. Dat is toch wat anders. Daarnaast staan er veel hoge golven. Maakt het zoeken niet makkelijker. Maar goed, ik heb een mooi uitzicht. En ik zoek nog even verder. Nou, ik heb een ring gevonden. Ja, een hele grote ring. Moeten jullie kijken, joh. Wat een ring zeg! Jongen. Een ring van een olifant, denk ik. toch weer even lekker eruit, hè? Helaas, niks gevonden. Helemaal niks. Nee, dat viel even tegen, helaas. Maar wel een mooie signalen, gaat. Oh jee. Kijk nou toch eens. Laat ik hem van eentje vallen. Nou, kijk. Ik kom hem volgende brengen. Ja, okay. Kom je volle brengen. Mag je allemaal ook wat tonen, hoor. Ja, jongens. Nou, ze schrikt zo van me. Dat ze laat zo het flesje vallen. Nou, jongens, dit is toch wat, hè. Het glas neemt ze ook weer mee. Ja. Nou, goed. Wel een persen komt er. Waarom? Maar even lekker gezeten zo. Even lekker gelopen. We hebben even lekker uit geweest met elkaar. Hebben we elkaar weer even lekker gezien? Ja, zeker. Dat is ook wel even weer fijn. Zo slank. We gaan wel meer doen. Nou jongens, Wim heeft lekker met zijn nieuwe detector kunnen zwaaien. Heel veel bierdopjes, heel veel treklipjes. Maar ja, dat is natuurlijk, heb je op recreatie allemaal. En, maar ja, ach, we zoeken gewoon weer een andere mooie plek op. Dus, nou, Wim is naar huis toe. Ik ben nog even het laatste strandje aan het kijken. En op de bierdop is een treklipjes na. Is er nog niet veel. Ik ga zo meteen hier nog even het water in. En dan kijken of hier nog wat ligt. Ik verwacht er niet veel van, maar goed, je weet het niet. Dus tot zo meteen. Nou, toch wat gevonden net. Geen idee wat het is. Het is geen aluminiumfolie. Het lijkt op de zeemermin. Of zoiets. Dus apart. Maar goed. De manticore heb het wel gevonden. Hey, een muntje. Of zoiets. Ik zie een dubbele kop en een rand. Ik denk dat het een 2 euro munt is. Kijk toch eens. Zo uit het water vandaan. Nou jongens. Toch nog wat gevonden. Hè? Op naar de volgende munt. Toppie. Zet mijn voeten neer, schep ernaast en op hoop van zegen dat ik hem er nou een keer uit heb.
heb ik toch het kleine schoteltje en dan nog krijg ik het kring er niet uit. Maar wat zal dat zijn? Nou, het zit nou in de bak, gelukkig. Nou jongens, kijk toch eens. Tussen de vuiligheid in. Komt het tevoorschijn. Weer een 2 euro munt. Nou. Op voor de machine. Nou, ik heb er nog even in het water gezocht. Ik heb nog een paar eurotjes gevonden. Totaal 4,5 euro inmiddels. En een oorbelletje. En die hield het mee op. Een paar signaaltjes. Dus ik ga nou weer van Noord-Holland naar Gelderland toe rijden. Oftewel lekker naar huis toe. Ik heb weer genoten, kopje weer leeg gemaakt. En ik hoop dat jullie het filmpje leuk vinden. Is het zo, geef even een likeje, een duimpje omhoog. Hè. En dan maak ik weer een volgend filmpje. Luidjes, houdoe allemaal hè.